Suriname Gasland ACP National and Regional Authorizing Officers Caribisch Gebied. Suriname zal als gasland optreden voor de vergadering van de National and Regional Authorizing Officers van het Caribisch Gebied. Deze vergadering wordt gehouden in de periode van 28 tot 30 mei 2019 in het kader van de samenwerking tussen de African, Caribbean en Pacific Group of States en de Europese Unie. Het hoofddoel van deze vergadering is om een platform te bieden aan betrokken National Authorizing Bureaus en andere instanties, de private sector en civil society van landen binnen het Caribisch gebied. Onder het hoofddoel vallen het bediscussiëren en evalueren van de ontwikkelingsfinanciering en uitwisseling van ervaringen en best practices bij uitvoering van de ACP-EU-ontwikkelingssamenwerking. De uitkomst van deze vergadering moet ertoe leiden dat de landen in staat zullen zijn om door de verkregen informatie de implementatie van programma's uit het Europese Ontwikkelingsfonds effectiever te doen plaatsvinden, als ook hun onderhandelingspositie te versterken in de post-Cotonou-onderhandelingen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.